Met champagne en showdansers werd gisteravond het Holland Casino aan het Kattendiep officieel feestelijk heropend. Het casino is sinds 1988 open en was aan een opknapbeurt toe. De afgelopen maanden is het gokpaleis aangepast aan de eisen van de moderne tijd. Het casino heeft sinds vorig jaar mei in het teken gestaan van de grootscheepse verbouwing. Het belangrijkste is dat we naar een heel nieuw interieur zijn gegaan en dat we nu weer een fris, eigentijds, modern casino zijn. En wat hebben jullie vernieuwd? Eigenlijk van de vloerbedekking tot en met het plafond en alles wat daartussen zit. Er is een extra zaal ingericht met moderne speelautomaten. Op deze apparaten kunnen meerdere spelletjes gespeeld worden. Ook is het casino door de verbouwing beter geschikt geworden voor een compleet avondje uit. Er is een podium voor live optredens en in een nieuw restaurant kan gegeten en gedronken worden. Vroeger kwamen mensen in een casino echt om te spelen. En tegenwoordig is dat niet meer zo. We hebben ongelooflijk veel mensen die hier komen om uit te gaan. Dus die verwachten een uitgaansomgeving. Uitgaansomgeving moet in de eerste plaats meegaan met zijn tijd. Dus moderne materialen, moderne bar, moderne spullen. Eigentijdse uitstraling, flitsend, fris, hip wellicht. Ja,